Maandoverzicht april. In april wordt Rusland voor een maand benoemd tot voorzitter van de VN-veiligheidsraad en Finland treedt toe als 31ste lidstaat van de NAVO. Het weer is koel en nat, maar gelukkig laat de zon zich ook geregeld zien. Dit is wat er in Almelo gebeurde. Wie heeft het beste idee voor de stad? De ideeënmarkt in het stadhuis is de plek om je plan te presenteren aan alle aanwezigen. Van harte welkom bij de ideeënmarkt van de gemeenteraad van Almelo. Mijn idee is om achter de winkel te wonen in plaats van boven de winkel. En wij zijn voor de QFOC, dat is een mobiele watermistunit. En dat is een apparaat waarmee we mensen met een onvermijdelijk grote kans op brand toch overleefbaarheid kunnen geven bij een brand. Meneer Groothuis, u heeft een idee en dat heeft te maken met een spiegel. Ja, een spiegel. Niet om je haar te kammen. Als je in Almelo over het spoor komt bij de Allingsingel, dan heb je rechts direct de Sissevarkstraat. Maar er is er ook rechts een fietstunnel, die komt een beetje onderweg. Ron Kits, eigenaar Kringloop Almelo XL, had 4 januari een zwarte dag toen zijn bedrijf in vlammen opging. De Kringloop heeft inmiddels onderdak gevonden in het voormalig gebouw van kinderspeelparadijs Dolle Pret. Heel intensief. Ook vooral voor mijn collega's en de medewerkers, ook voor mezelf natuurlijk. Je bent in één klap alles kwijt waar je 10 jaar lang voor gewerkt hebt. Gebeurtenis verwerken, dat komt nog. We zijn gelijk bezig gegaan met de draad weer oppakken. Op zoek naar een nieuwe locatie. Kijken dat we zo snel mogelijk alle collega's weer aan het werk kunnen krijgen. En vooral kijken we dat we zo snel mogelijk onze klant weer kunnen bedienen. De coronapandemie is voorbij. Het college wil daarom de terrassen in de binnenstad terugbrengen naar de tijd voor corona. De brief gaat over het feit dat wij het nieuwe terrassenbeleid gaan ontwikkelen. En in afwachting daarvan hebben wij het huidige terrassenbeleid on hold gezet. En daar gaat de brief over. Naar mijn verwachting ruim worden aangenomen. En dat betekent dat het college weer terug kan naar de tekentafel. De 11e editie van de Slingerbeurs is groter dan ooit. Er werden vele matches gemaakt. De Slingerbeurs vandaag voor de 11e keer alweer hier in Almelo is een geweldige ontmoeting van bedrijfsleven, van instellingen, van verenigingen. En bij mijn openingswoord zei ik het al, vooral een ontmoeting van mensen. Mensen die goede dingen willen doen in de samenleving. De winnaar van de Slinger Award was Vrouwen van en voor Almelo. De S-Sport wordt officieel geopend. 20 april 2023, opbeur de noordelijke stad wordt genaamd S. Op enig moment in Den Bosch. En daar kwam ik in de bestrating ook de oude stadspoorten tegen. Die had men daarin teruggebracht. Dacht ik, ik hoorde dat we hier ook stadspoorten hadden in Almelo. En denk, nou, dan moeten we iets mee gaan doen om te kijken of we die op een of andere manier kunnen terugbrengen. Het team van Straatpraat vroeg aan de bezoekers van de donderdagse markt: is er een toekomst zonder contant geld? Fantastisch. Kan je ook niet meer beroofd worden. Dat is een voordeel. Ja, toch, vooral oude mensjes. En dingetjes. Alleen, het is voor ouderen is het wat moeilijker. Hè? De aanvragen, dingen doen met zo'n pasje, code vergeten. Weet je, ja, daar moet nog eens wat makkelijker op gedaan. En beveiliging ook nog iets beter. Hè? 3 keer niks. En ik ben gewend, ik betaal nog steeds, mist eigenlijk in feite de kleine bedragen contant. Wat vindt u het voordeel daarvan? Ja, kijk, geen voordeel, het gemak. Ik ben dat zo gewend, ik heb altijd geld bij me. En dan weet je wat je uitgeeft. Nou, dat zie ik niet zitten. Contant geld is altijd makkelijk om bij je te hebben. Een kleine uitgave, een parkeermeter, wat soms een heel gedoe is met een pasje en alles. Een euro erin of 2 euro erin en je bent geholpen. Dus een klein beetje wel, maar ik gebruik het steeds minder. Ja. Denkt u dat we op de duur helemaal zonder contant geld kunnen? Nou, of we het kunnen weet ik niet, maar dat ze het gaan doen weet ik wel zeker, want de banken zijn er tuk op. Niet leuk. Ik ben zo gewend aan contant geld. Vind ik dat toch nog wel gezellig en prettig en makkelijk. Margreet Overmeen-Bakhuis is officieel benoemd tot de nieuwe wethouder van de gemeente Almelo. En dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen. Dat verklaar en beloof. Dank u wel. De belangrijkste vraag is natuurlijk, heeft u er zin in? Nou, volgens mij kunt u dat wel aan mij zien. Ja, ik heb er heel veel zin in. Ja. Welke portefeuilles heeft u allemaal?
Oh, ik heb een heel breed spectrum aan portefeuilles. Ik heb onder andere jeugdzorg, kunst en cultuur, plattelandsontwikkeling, riool en water, afval, duurzaamheid en milieu, dienstverlening. Heel breed. Dank u wel dat u de lokale omroep van Almelo te woord hebt willen staan. En veel succes. Graag gedaan en dank u wel. Eindelijk is het zover. De nieuwe brandweerkazerne die vorig jaar al in gebruik werd genomen, wordt nu dan toch officieel geopend. Bijzonder welkom aan onze burgemeester Arjen Gerritsen, onze commandant Stefan Wevers, alle aanwezigen van de bouwcombinatie De Norbers. Daarnaast een bijzonder welkom aan Shane en Yvonne. Dat zijn onze twee buurtgenoten die zometeen ons gaan helpen bij de openingshandeling. De opening, de ingebruikname, is eigenlijk al achter de rug. Maar de officiële opening van een spiksplinter nieuwe brandweerkazerne hier aan de Brugstraat in Almelo. De vervanging van de oude brandweerkazerne die er 50 jaar geleden hier op deze plek gebouwd is en al zo lang gestaan heeft. Het is niet alleen een hele functionele brandweerkazerne. Het is denk ik ook een hele mooie ontmoetingsplek voor brandweerlieden, voor de vakbekwaamheid, voor de jeugdbrandweer. Die in en vanuit Almelo al decennia lang een traditie hebben dat ze een belangrijke kweekvijver zijn voor het brandweervak. Tijdens de open dag zijn er in en rondom de kazerne de hele dag door verschillende demonstraties te zien. Het Schelvorstpark in Almelo vormt het decor voor de 5e editie van het historisch festival. Reenactors vanuit allerlei landen zijn naar Almelo gekomen om daar de slag om Ruigerode na te spelen, geheel in de tijd van toen. Bezoekers kunnen kijken bij de tentenkampen en ook zien hoe het leven er in de Franse tijd precies uitzag. Waar ik toe behoor, dat is van Oranje Nassau. Dat zijn eigenlijk Duitse soldaten die in 1815 vochten voor het geallieerde leger, dus voor Wellington en de prins van Oranje. Dus dat is ook het uniform dat je hier ziet en ook het kampement dat hier is opgebouwd. Straks trekken we ten strijde tegen Napoleon en zijn Fransen, met hopelijk de overwinning aan onze zijde. Ikzelf kom van Antwerpen, dus hier een 2,5 uurtjes rijden vandaan.